Ja, het werkt. Gelukkig. Even kijken wat we hebben hier. Wij kijken naar een drifter. We zijn op een drifter. Die zichzelf aan het sturen is, wat altijd heel prettig is. Aan de einde zien wij Koosterpeppe. Het is zaterdag 12 november. In tegenstelling tot de afgelopen dagen is het heerlijk weer werken. Zo druk weer, mag ik wel zeggen. De eerste dagen waren vol met mist en spijkerharde winden. Gisteren een dagje over tijd op het waard gelegen op het posthuisblad. En nu gebeuren de dingen die wij willen dat ze gebeuren. Het schip achter de kap. De schipper heeft de verre blik van Willem Barents in de ogen. Ik doe even een kleine situatieschets in de kajuit. Ongekend in de kajuit. Hier ziet u de geheime wonderwaffe van deze tocht. De gloeiboei. Vorig jaar vertrouwde wij op de petroleumvergasser. Dit jaar is het de gloeiboei. Ook bekend onder de naam Zibrogamin. Een inschuifbaar modelletje. Weet de temperatuur in deze kajuit op te krikken tot een balmy 27 graden. Overdrijf ik? 39 graden relatieve luchtvochtigheid. 39 graden luchtvochtigheid. Ik dacht, waar ligt de moisturizer? Daar komt Peppe aan over stuurboeg. Hallo aan die fok. Jemig, wat is dit lekker, wat een heerlijk weer. Aan boord zijn daar de heren Vincent Boeschoten en Sietje Kerpstra. Voor 4 dagen vrijgesteld van de zorg van jongvolk. We hebben gisteren een gat in de dag geslapen, kan ik u melden. Ik geloof dat zij 1:30 de zak uitkropen. Nou, dan heb je het ook goed.